Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Afgelopen nacht is op uitgebreide schaal nevel, mist en laaghangende bewolking ontstaan. Vanochtend zal het een tijd duren voordat de nevel en mist zijn opgetrokken. En dat gaat ook zelfs niet lang overal gebeuren. Vooral in het noorden van het land zou het wel eens op veel plaatsen de hele dag grijs kunnen blijven. In het midden en zuiden van het land breekt geleidelijk de zon wel door. Daar wordt het 14 tot 16 graden waar het grijs blijft, vooral in het noorden dus ligt het maximum rond een graad of 11. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen en opnieuw nevel en mist die in de loop van de avond gaat ontstaan. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen vroeg opnieuw eerst nevelmist of laaghangende bewolking, later breekt af en toe de zon door. Het wordt 13 tot 15 graden en er waait een zwakke wind uit de zuidoostelijke richting. Dinsdag ook nog een droge dag met dan zonnige periode en een maximum rond 13 graden. Woensdag en donderdag is het wisselvalliger met kans op een beetje regen. De middagtemperatuur boekt iets winst en ligt rond de 15 graden. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.